Ese dang masra Paul somo harjo nanga Hendrik Setro Joyo de maki so amba ida king wa er fu auroka di depot jana insranang kogo arki elukusa awar deri disi beteken gidem tung maningre. Het is mij iedere keer weer een waar genoegen om personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk een tastbare erkenning te geven. Onlangs heb ik in het kader van de herdenking van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid van ons geliefd land enkele Surinamers gedecoreerd die enorme verdiensten hebben geleverd binnen diverse lagen van onze samenleving. Deze Surinamers hebben zich dag in, dag uit, jaar in, jaar uit onbaatzuchtig ingezet voor de samenleving op vele gebieden. En op heel verschillende manieren met als uiteindelijk doel de verdere verheffing van ons geliefd land en volk. De president verleent ere onderscheidingen van de Republiek Suriname en aan daarvoor in aanmerking komende personen op voordracht van de regering en wel krachtig artikel 108 van de grondwet. En daarvoor wordt de samenleving in de gelegenheid gesteld om voorstellen te doen aan de regering. En vandaag worden twee bijzondere Surinaamse burgers gedecoreerd voor hun verdiensten geleverd aan land en volk. Op diverse tijdstippen in onze geschiedenis in diverse hoedanigheden. Deze decoratie vindt plaats in het kader van de herdenking van het 23-jarig bestaan van Partij Lahore. Vandaag 5 december 2021. Partij Lahore, de partij van de naam, hetgeen betekent vol vertrouwen. Het is een politieke partij van Suriname. De partij is opgericht op 5 december 1998 door de huidige partijleider, de heer Paul Somoharjo. De partij Lahore, meer bekend als PL in de samenleving, heeft als politieke partij altijd een belangrijke rol gespeeld in de Surinaamse politiek en ontpopt tot een partij, heer Somoharjo, die nooit slaapt. Zoals u dat altijd ook benadrukt. Laat mij eerst starten met de eerste persoon die vandaag gedecoreerd wordt. Bijzondere persoon, de heer Slamet Paul Somoharjo, geboren op 2 mei 1934 en zeker geen onbekende in ons land. De heer Somoharjo is een Surinaamse politicus en leider van Partij Lahore en een grote voorvechter van de Gotong Royong filosofie, welke inhoudt een verplichting van het individu jegens de samenleving. En het idee van Gotong Royong is het delen van lasten tussen leden van de gemeenschap, welke een bijzondere kenmerk is voor de Partij Lahore en haar sociale kracht. De heer Somoharjo heeft zich in de Surinaamse politiek kunnen opwerpen als een ervaren politicus en heeft zich enorm verdienstelijk gemaakt voor de samenleving vanaf 1975 tot heden op tal van gebieden, waaronder sociaal-maatschappelijk werk, politiek, bestuur en organisatie, maar ook religie. De heer Paul Slamet Somoharjo is een zeer bewogen mens, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied. Hij heeft tal van sociale projecten uitgevoerd, waaronder de volkswinkels in bepaalde sociale woongebieden en districten. Hij heeft veel projecten op touw gezet voor ondersteuning van mensen in nood, waaronder personen met een beperking. Denk maar aan de oprichting van de stichting Simba. Enkele markante hoedanigheden waarin de heer Paul Somoharjo ons land heeft mogen dienen. Zeker als partijleider en voorzitter van de politieke partij Partij Lahore. Lid van de Staten van Suriname 1973 tot en met 1977. Lid van het parlement van Suriname 1977 tot 1980. Na de militaire periode herkozen in 2000
daarna in hetzelfde jaar de functie van minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vervulde. Voorzitter van de Nationale Assemblée 2005-2010, herkozen lid van de Nationale Assemblée 2010 tot en met 2015, herkozen lid van de DNA 2015 tot en met 2020. En staatsadviseur op het kabinet van de president. Heer Somohadjo, namens de staat Suriname, maar ook namens het volk van Suriname, bedank ik u voor uw inzet en bijdrage binnen de Surinaamse gemeenschap. En ik ben overtuigd dat deze inzet onverkort zal worden voortgezet. De tweede persoon die vandaag wordt gedecoreerd is de heer Hendrik Cetro Lijoyo. De heer Cetro Lijoyo is geboren op 13 september 1965 in het district Kommerwijnen. Hij heeft zich binnen onze samenleving sterk gemaakt, met name op het gebied van politiek, bestuur en organisatie. Hij heeft op diverse ministeries en in diverse functies zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land. Met name op het directoraat Volkshuisvesting als onderdirecteur, waarbij een wezenlijke bijdrage geleverd binnen het huisvestingsgebeuren. Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in de periode 2005-2010. Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij in de periode 2010 tot en met 2014. En minister ad interim van ROGB. Als minister van Sociale Zaken heeft hij naar gewerkt om het kinderrechtenbeleid op een hoger niveau te tillen. Hetgeen heeft gezorgd voor de oprichting van het kinderen- en jongeren-telefoonlijn, meer bekend als 123. Ook op het ministerie van LVV heeft hij wezenlijke bijdrage geleverd met onder andere het geven van aanzet tot kassenteelt en de bouw van laboratorium voor het ministerie van LVV. Al met al kan dus worden gesteld dat de heer Cetro Lijoyo evenals de heer Paul Somohadjo zich enorm hebben ingezet en een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Als ik mag terugblikken, de eerste momenten, dat was vrijdagavond geweest, dat ik een app heb ontvangen van minister Bronto Somohadjo, dat ik uitgenodigd ben om gedecoreerd te worden. Dat was mij een totale verrassing van minister Somohadjo en minister Ramsaran. Heb ik dan die uitnodiging gehad. Dus, nou, het is alles boven de verwachtingen. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog een tweede kans zou krijgen. Ik zeg tweede kans, misschien kunnen we daar later daarop uitweiden. Maar belangrijk is, ik ben voorgedragen door de partij. En ja, vandaag sta ik hier. Ja, u zegt tweede kans, om direct daarop in te gaan. Waarom zegt u dat? Nou, tweede kans. Kijk, ik ga niet te veel uitweiden daarover. Maar ik ben minister geweest van Sociale Zaken en Volkshuisvesting 2005-2010. De president toen de tijd had gemeend om de regering te decoreren. Met de totale regering van 17 ministers, met uitzondering van Cetro Lijoyo en dokter Celsius Waterberg. Omdat zij dan toen genomineerd wordt om verder te gaan met de nieuwe regering, toen 2010-2015. Dus Cetro Lijoyo en Waterberg kwam niet aan de orde toen er. Om even terug te gaan naar uw jaren als minister, hoe kijkt u toch terug? Nou, ik mag dik tevreden zijn over de twee perioden, of 9 jaar minister zijn, sociale zaken en volkshuisvesting. Het huisvestingsgebeuren was al jaren niet meer in place. En we hebben toen na langer dan 20 jaar weer huizen gebouwd in, bekende als volkswoninbouw. Maar de Low Income Shelter programma had ik ook als direct onderdirecteur. En meneer Paul Somohadjo als minister toen dat geïntroduceerd in Suriname. Low Income Shelter programma is een succes, is een begrip in de gemeenschap. En 1-2 is uitgevoerd. En nu nog in de fase van voorbereiding AHP.
affordable housing. Meneer Setruijo, als ik het zo mag zeggen, wat zou u toch willen achterlaten in hem als we kijken qua partijwijs, maar ook politiekwijs? Wat zou u toch willen achterlaten? Nou, feitelijk, ik zit al zoveel jaren, vanaf 93 in de partij. Actief als in de structuur van de partij is 2000. En laat me dan meegeven aan de jongeren die ambitie hebben om de politiek in te gaan. Ik heb van meneer Somaharjo, Paul Somaharjo geleerd. In de partij is belangrijk loyaliteit en vertrouwen. En daar staat de partij ook. Volste vertrouwen, Partij Luhor. Dat staat er. En meegeven en geduld. Geduld is ook belangrijk. Het is niet, alles gaat niet binnen 1-2 dagen. Het is een proces dat je moet meemaken, vallen en opstaan. En offers brengen. Is niet alleen maar dat jij offers brengt, maar je gezin, je kinderen, je vrouw, die maken offers. Die worden ook betrokken en zij hebben ook te lijden aan de periode toen ik praat. Maar in de politiek, want ik ben nog steeds actief in de politiek, dus, maar in minder mate, omdat die kinderen ook al groot zijn. Dus dan is het makkelijker voor die vrouw, voor mijn vrouw. En van deze plaats uit wil ik ook mijn vrouw natuurlijk Margriet bedanken voor de ondersteuning en het vertrouwen in de afgelopen jaren. Dat ik de ruimte heb gehad om naar de politiek in te gaan. Dank u wel, meester Setruijo. Graag gedaan. Ik heb jullie hier opzettelijk uitgenodigd omdat het leven ups en downs kennen. Die ups momenten was vandaag bij de president, bij mijn decoratie. Is één van de vele ups-momenten. Ik was parlementsvoorzitter, minister, noem maar op. En één van de belangrijkste ups-downs-momenten is hier. De duivel. Je weet, ik was betrokken geweest met de coup van Rambokers. En zonder pardon worden hier gesmeten in een dode cel. Want allen die hier zijn, zijn er niet meer. Ik denk dat ik de enige die overleefd heb. Hier ben ik met Sombar, ja, Sohan Singh, Brambeer en anderen. En wanneer zomersmiddags, dan komt Bronto met zijn moeder nu zogenaamd Amanda zoeken. Om nog te laten zien of te laten horen dat ik nog leef. En ik antwoord hem hier, ik klom op de schouder van Sombar, hier. En dan hoorde ik eventueel antwoord dat ik er nog ben. En dan zei Bronto in het Javaans van, pa, akukur muswaramu mamata kurawrukwe. Dat wil zeggen, ik hoor je stem. Maar mijn ogen zie je niet. En daar word ik totaal geëmotioneerd. Ik begrijp wel, een jongen van 3 jaar. En jij is nu, na hoeveel jaren? 82, 41 jaar, 82 gebeurde, is Bronder de minister. Geef toegang om hier te zijn, om hier te laten zien. Ik heb je kunnen brengen, ik ben de Almachtige dankbaar dat ik kan nog zeggen, kan nog melden wat hier gaande is. Velen zijn hier overleden, Horp is ook hier opgehangen. Ja, hier elke 3 uur in de ochtend worden we wakker gemaakt, gebracht naar de waterkant, naar de andere kant. Hè, intimidatie, zwem, spring. Als je kan springen, dan ben je vrij. Maar zo dom ben ik weer niet. Denk ik, nee, ik kan niet zwemmen. Dan ga je neerschieten, dan ga je stoten. Dat doe maar. Elke dag. Hier voor die deur wordt altijd bedreigd. 5 hebben de koot gehad, jij volgt nog. De andere komt dan. Wil je dat ik je ogen eruit haal? Anderen komen bijvoorbeeld onder, niet dat het er niet zijn, maar juist de Hindoestaanse militairen. Als ze met de niet-andere Hindoestaanen, de Kriolen, wanneer ze hier komen, dan gaan ze bijzonder agressief zijn. Om te laten zien dat ze niet bij hun horen. Ja, maar wanneer ze niet zijn, wanneer ze alleen zijn, Hindoestaanse groep, dan zijn ze bereid als we doen. Ik zag iemand bij wie. De schoenen van Rambokers, schoonmaken, veter, binden enzovoort. En dat is typisch. Maar hier hebben we echt vrienden. Soms komen de MP's en je leeft nog, 2 dagen heb je geen eten. En als ze eten brengen, dan brengen ze geen borden. Dan moet je uit je handen eten. Of, ik had meneer Sohan zien, mijn persoon, uit een deksel van vuilnisbed te eten. Zo we hier helemaal alleen met jockeys, zonder niks, ja, kale vloer, zonder niks, te slapen. 4 maanden lang ben ik hier. Later ben ik naar HVB, niet die HVB, Huis van Bewaring. Ja.
Dat was niet geweest. In elk geval, jullie hebben kunnen zien, jullie kunnen meemaken. Het is hier s'avonds helemaal koud en s'avonds heet. Warm heet. Ja. Wat doet het weer hier na 40 jaar aanwezig te zijn? Wat zeg je? Wat doet het u om na 40 jaar weer hier te staan? Nou, het is voor mij een prettige, nee, niet prettige, een reminder dat dit nooit meer mag gebeuren. En toen ik hier was, had ik gedacht van, jongen, als ik eens weer de macht mag hebben of de macht krijg, zou ik dit laten afbreken, dat nooit, nooit meer iemand hier in de gevangenis krijgt, mishandeld en gemarteld werd. Nooit meer. Maar ja, achteraf denk ik, het zou beter zijn als de regering dit mooi maakt tot een museum, ja, dat de jongeren vooral kunnen zien dat het leven niet alleen ups zijn. Ja, er zijn ook downs momenten, dat hebben we allemaal meegemaakt. Er zijn momenten hier, kijk waar die badkamers zijn. Ik kom nog heel, we moeten samen baden met de heer Bram Bierbad. 1 minuut, we tellen. Ja. Na 30 seconden moet je eruit. Klaar of niet klaar? Ja, die marteling was het, jongens. En die intimidatie. En daarom, velen die mij niet begrijpen, zeggen van, hoe kan je dan iemand als Bouterse amnestie geven? Ik ben een vergeefsgezind mens. Als Christus zelf hangende aan de kruis zegt van, vergeef het hun, want ze weten wat ze doen. Dan moet ik als mens, als wij altijd bidden, vergeef ons wat we de schuld van anderen vergeven, moeten we dat doen. Als iemand die boters moet haten, dan ben ik. Maar ik ben geen haatvielig mens. Ik ben een mens en dat graag met elkaar, naast elkaar, in alle vrede willen leven. Is dat de drijfveer van meneer Somoharjo om na 40 jaar niet nooit te stoppen met de politiek, maar gewoon door te gaan? Nou, ik heb gezegd van, zolang de Almachtige kracht geeft, dan wil ik wel doorgaan. Maar gelukkig bij onze partij, Petje Loer, na 23 jaar, partij is niet 23 jaar, dus langer dan 50 jaar, je weet, PR was toen Pendewalima, dat er een doorstroom is, dat er jongeren zijn. Kijk maar, onze minister zijn allemaal jongeren, Kiet, Pronto, onze parlementariër, zijn allemaal jongeren. Dat is het geluk dat we hebben, dat zie ik nog niet bij andere partijen. Dus vandaag of morgen, als ik niet meer ben, dan kan ik met gerust zeggen, er zijn toch opvolgers. Ja, voor mij is het ook een emotioneel moment. Emotioneel dat mijn vader is gedecoreerd, maar nog emotioneler dat we hier staan bij de Devil. Het is 40 jaar geleden dat hij op deze plek is mishandeld. 40 jaar geleden dat hier zijn borstkas is gebroken. En inderdaad 40 jaar geleden dat ik hier als klein kind zogenaamd amandelen ging zoeken met mijn moeder. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar mijn vader zien. Het is een heel emotioneel moment. U weet, vanaf 1980... is mijn vader het doelwit geweest van de voorzitter van de NDP. Of het nou aanslagen waren, mishandelingen. Mijn oom loopt nog hier rond. Hij loopt hier ergens. Hij heeft ook 9 kogels in zijn kop gehad. Heeft het overleefd. Maar toch is mijn vader vergevensgezind. In 2015 heeft hij de goede meneer vergeven voor alles wat hij heeft gedaan. In 2010. Maar dat was niet genoeg. In 2015 was mijn vader weer het doelwit van die goede meneer. En die goede meneer heeft toen opdracht gegeven om maar te zeggen aan een paar lichthoofdigen om het volk te verraden, het volk te misleiden. Maar ook dat hebben we overleefd. Dus ik ben de Almachtige dankbaar dat na alles mijn vader op 78-jarige leeftijd alles nog kan navertellen. Velen konden dat niet meer doen. Velen zijn hier gestorven. Hij heeft het overleefd. Weliswaar met een gebroken borstkas een keertje of een paar gebroken botten, maar hij is er nog en daar ben ik de Almachtige heel erg dankbaar voor. Als we dat weten, Slamet Paul Somoharjo die zegt altijd het goede overwinnen. En straks na deze ervaring gaat hij toch terug om het goede naar boven te halen. Wat gebeurt daarbij? Ja, wij leren ook van mijn vader niet de eerste ronde is belangrijk, maar de laatste ronde is belangrijk. De eerste ronde gingen de mensen hem uitlachen, gingen de mensen hem mishandelen, maar ik zeg niet dat we nu in de laatste ronde zijn, maar hij is nu wel degene die gedecoreerd is, degene die kan teruggaan naar de plek waar er zoveel leed is. Je moet zich voorstellen, als 2-jarig jongetje, dan gooi je amandelen, je hoort je vader stem wel, maar je ziet hem niet. Het is een vervelende gebeurtenis, maar nogmaals, ik ben de Almachtige dankbaar dat ik nog een vader heb die het allemaal kan navertellen. Is die vergevingsgezindheid van Paul Somoharjo ook bij zoon Bronto Somoharjo? Niet zoveel als dat het bij hem is. Hij is echt heel erg vergeefsgezind. Hij kan met iemand praten die zijn borstkas kapot heeft getrapt. Hij kan naast diegene zitten. Hij kan mensen makkelijk vergeven. Zelfs iemand die hem heeft verraden, kan hij voor de 2e keer vergeven.
hoop niet en ik geloof niet dat het voor de derde keer nog een keer vergeven gebeurd is. Nee, ik ben niet zo vergeefsgezind als hem, maar ik leer wel van hem elke dag. Vergeef anderen, zoals wij aan de Almachtige vragen om vergeven te worden van onze zondes. En dat probeer ik zeker te doen. De voorzitter heeft aangegeven, ja, als hij er niet meer is, moet de jongeren, en we kijken naar u als een van de jongeren van de partij, verder gaan met de partij. Wat neemt u toch mee van de voorzitter, de huidige voorzitter? Contact met het volk is belangrijk als jij een partij goed wil blijven draaien. Wat er ook gebeurt, hou contact met het volk. Verlies de hoop niet voor het volk, maar over jongeren overnemen, dat is nog voor de bal spelen. We zijn daar nog niet. Hij is nu op het moment dat hij een scala aan jongeren heeft om naar voren te schuiven. Dat is waar ik het net over had. De laatste ronde is belangrijk. Je hebt andere partijen die dat niet kunnen en hij kan dat gelukkig wel. Ik ben daar blij om. Ik geloof in de werkwijze van hoe hij dat doet. Hij plant alles voor zich. Wij hadden al een aantal kroonprinsen, maar die hebben steeds een verkeerde afslag genomen. Ik hoop dat de eerstvolgende kroonprins dat niet doet. Zien we Bronto Somahardjo ook als een kroonprins? Kunnen we dat zien? Dat moet u zelf beantwoorden, dat weet ik zelf niet. En wat zegt het gevoel? Het gevoel zegt nu dat ik heel erg blij ben met deze dag. Nogmaals een bijzondere dag voor mij, voor mijn vader en voor de familie. Een hele emotionele dag. Echt waar, deze plek. Elke keer wanneer ik naar de president ga, ik stap hieruit, ik loop graag stukjes. Dan blijf ik even stilstaan en denk ik, het is de almachtige groot. 40 jaar geleden kwam hier amandelen gooien. En nu loop je langs als minister die het land mag dienen. Daar ben ik erg dankbaar voor. De straat.